aantal studenten is gegroeid. Dus dat betekent dat we daar ook huisvesting voor willen bieden. Onze studenten komen uit het hele land vandaan. En je ziet dat voornamelijk, dat is eigenlijk een beetje vanuit de traditie gegroeid, dat de eerstejaarsstudenten op de campus wonen en dan richting Dronten trekken. En je ziet ook de druk van studenten in Dronten zelf wel toenemen. Daar zijn we ook goed in overleg met de gemeente om ook, ik denk een wat meer gezondere verhouding in Dronten te krijgen, maar ook op de campus. En als we daar wat meer eerste- en ouderejaars studenten kunnen huisvesten, dan voldoet dat aan de ene kant aan de behoefte die er is voor woonruimte en aan de andere kant denk ik dat dat ook wat doet met de leefbaarheid op de campus. En een gezondere verhouding betekent dan minder studenten in het dorp en meer op de campus? Precies, ja. Hebben jullie daar buiten het bouwen van studentenwoningen nog meer plannen voor? Want ik hoorde de projectontwikkelaar spreken over een campus op Amerikaanse Lees geschoeid met een supermarkt en alles. Zijn daar concrete plannen voor? Nee, daar zijn geen concrete plannen voor. We zijn nu aan het realiseren met 288 woningen op het voormalige sportveld op ons Agripark. Dat is wat er concreet is, die opdracht is gegeven. En wat we verder doen, we hebben natuurlijk nog de arbeidsmigranten die gehuisvest worden in de oude internaatsgebouwen. Dat stopt per 2023, gaan we ook niet verlengen. En dat betekent dat we ook naar een herbestemming moeten van die gebieden. Daar denken we nu over na. Vanuit een masterplan, dus vanuit een overall visie, in plaats van dat we incidenteel gaan kijken wat we daar opnieuw willen gaan doen. Dan is er een kans dat er op die locatie waar nu de arbeidsmigranten zitten ook studentenflats komen? Nee, dat weet ik nog niet. Nee, nee. In Dronten wordt in met name de oudere wijk wat geklaagd af en toe over studenten. De gemeente is daar druk mee. Spelen jullie daar ook nog een rol in? Daar spelen wij ook een rol in. We zijn in heel goed contact ook met de gemeente hierover. We hebben ook veel contact met de omwonenden. Het blijft best wel een lastig verhaal. Hè. We zijn er natuurlijk 's avonds niet bij wat er gebeurt. We zijn in die zin in overleg om te kijken van wat kunnen we nou die studenten ook bieden, zeg maar, aan voorzieningen. En anderzijds, hoe kunnen we ook studenten daar zelf een verantwoordelijkheid in geven. En we zien ook dat studenten zich participeren in projecten die vanuit de Drontense gemeenschap zich voordoen. Waarbij studenten bij ouderen op bezoek gaan, boodschappen brengen en dat soort dingen. Dus ook aan die kant zich echt laten zien. En wat bedoelt u met voorzieningen voor studenten? Dat er wat te doen is voor studenten. Hè. Dus het zou mooi zijn als studenten ook. We kennen vanuit het oude principe van de internaatsgebouw de zogenaamde PAF-hoofden, paviljoenhoofden. Die met elkaar ook kijken wat er nodig is op zo'n campus. Dat is een idee wat we nu ook opnieuw aan het verkennen zijn met de huizen die nu op de campus staan. Wellicht dat er behoefte is voor studenten om af en toe eens een keer een competitie te organiseren of ander soort sportfaciliteiten. En daar willen we hen graag zelf in betrekken.